Een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik neem jullie vandaag weer mee in een nieuwe dag in mijn leven. Wat heb ik vandaag al gedaan? Het is 9:15 ochtends en ik lag al om 9:00 in de stoel bij de tandarts. Er is, ja, wederom ook van alles aan de hand bij mijn gebit en ik ga het traject eindelijk starten. Dat wil zeggen, ik heb hier allemaal extra tanden in mijn kaak en die moeten eruit gesneden worden. Dus ik heb de gips voor moeten happen, ik heb gaatjes gevuld net. En we hebben er gewoon een planning gemaakt voor wanneer dat allemaal gedaan moet worden. Maar ik moet nu opschieten, want ik moet zo meteen door naar mijn salon. En ik heb een hele drukke dag. Dus ik neem jullie gewoon vandaag mee. Dus ik ga eerst even ontbijten. Havermelk met Grizzly. Oké, en dan even wat anders. Ik heb gisteren een pakketje binnengekregen. En dit pakketje is van Jeeks. Dit is een, tenminste ik hoop dat ik het goed uitspreek eigenlijk. Dit is een heel toffe horloge brand. En kijk, tadaa. En oh my god, deze is echt fantastisch. Kijk jongens. I love it. Leuke band. En ik heb namelijk altijd alles in zwart. Daarom wilde ik een keer gewoon iets met kleur. Daar is rose gold met een zwarte plaat. Ik zal het ook even in mijn beschrijving zetten. Hij is mooi zwaar ook trouwens. Ik heb hier ook een leuke kortingscode voor jullie. Dus hou mijn Instagram even in de gaten. Binnenkort lever ik een post aan. Of die staat er inmiddels al op, denk ik. En dan krijg je 20% korting. Hoe tof is deze? Yay! Dag Flup. Kom maar ruiken. Die is nieuw in huis. Dag Piepje. Doetje. Dat is cool. Kijk nou. Hij is echt elegant ook nog trouwens. Ja, ik vind hem heel dope. Op mijn dunne polsje vind ik dit prima kunnen. Ik heb namelijk echt niet van die stoere mannenpolsen. Dus ik vind hem heel elegant. Ja, I like. Hier word ik trouwens ook af en toe wel eens echt scheidsziek van. Je hebt van die mensen, zoals mijn vader, die gaat onder de kraan, die doet een beetje water en zijn haar zit goed. Mijn haar zit zo. Als ik onder de douche vandaan kom. Weet je wat ik voor type ben? Mij moet je meenemen op een date en dan gaan zwemmen. Dan ga ik zeg maar vlottes het water in en dan kom ik er zo uit. Schrik je toch helemaal rood, joh. En daar zijn we weer, Amsterdam Centraal. Heb ik inmiddels achter me gelaten. Het is een beetje zonnig, het is eigenlijk best lekker weer. Het is mei, dus het begint lekker weer te komen. Ik ben geen voedingsdeskundige, maar wat ik wel weet is dat je zoveel mogelijk verschillende dingen moet eten. En zoveel mogelijk verschillende kleuren tot je moet nemen. Gisteren was het groen, vandaag is het oranje. Wortel en... appelsap? Wortel en appelsap en nog een paar andere dingen. Maar goed, over 10 minuten heb ik mijn eerste klant. En het is 10 minuten lopen. Fred, lekker bezig, grap. Yay! En ik ben inmiddels op mijn werk aangekomen en ik... Ik ben inmiddels op mijn werk aangekomen en de eerste klanten die ik heb zijn een nieuwe set wimpers. Nu heb ik een hele leuke samenwerking lopen met It Lashes. En deze wimpers zijn echt top. Ze zijn heel mooi gekruld. En ik heb gewoon allemaal verschillende soorten, verschillende lengtes, zodat ik mooi kan combineren. Combinatiedoosjes, zoals je ziet is deze al bijna weer leeg. En ik ben inmiddels aan het volgende doosje toe en ik ben hier echt ontzettend blij mee. So this is the magic guys. Als je behoefte hebt om wimper extensions te leren, zoek even It Lashes op internet en ze doen ook trainingen, cursussen en ik ga met hun over 2 weken naar Ibiza toe. Woehoe! Ik begin eerst met de primer om de wimpers gewoon beter te laten zitten en om de wimpers eerst even te ontvetten. Ze ligt inmiddels in mijn stoel. Ze zijn gewoon mooi schoongemaakt nu. Zoals je ziet zijn ze mooi clean. Ze heeft mooie rechte wimpers van zichzelf. Zo dus heel makkelijk om wimper extensions aan te brengen. So this is a before. En mijn kleintje zit mooi naar beneden te kijken in de telefoon. Dus ik kan er mooi even filmen. Dit is gewoon een C-curl. Niet te lang, niet te heftig. Kun je heel even in de camera kijken? Toppie. Thank you. En mijn volgende klant zit inmiddels alweer in de stoel. Zij wil ook een nieuwe set. Zij heeft van zichzelf een hele mooie sterke wimpers zoals je ziet. Dus hier ga ik een D-curl opzetten. Die zijn ietsjes gekrulder, maar niet te lang. Mag je je ogen heel even open doen? Jeetje, wat heb je mooie blauwe kijkers. Dus dit is een voor en zometeen een na. Je kan spelen. Of je doet een dag met de poeder. En we zijn weer klaar. Mag je even dicht? Ik heb ze opgevuld met inderdaad een D-curl. Ze iets gekrulder zijn. Doe maar eens open. Jeetje, wat mooi zeg bij jou. Jeetje, we zijn scherp.
Wie ben jij? Jennifer. Jennifer. En Jennifer komt helemaal Utrecht. Voor de mensen, het is Groningen. En ja. Zij is helemaal naar Amsterdam gekomen. Gewoon gezellig een dagje met haar moeder. Ja. En ook om de wenkbrauwtjes te doen. Ja. Dus die heeft ze net bij mij gedaan. We hebben ze weer even mooi geverfd en gewaxt en geëpileerd. Ja. Maar wat heel lief is en wat ik heel leuk vind, is dat je iets van Lau hebt meegenomen, hè? Ja, even een steentje terug. Hoe leuk, kijk nou, toffees en een kaartje. Ja. Die ga ik aan haar geven. Is goed. Dankjewel, schat. Kom hier. Tot volgende keer. En druk als het is, ligt mijn volgende klant alweer in de stoel. Zij heeft de vorige keer bij mij wimpers genomen en het is weer tijd voor een refill. Dus we gaan eens even kijken. Look at this gorgeous lady. Huh. Zoals jullie zien missen er gewoon her en der wel echt een paar wimpertjes. En is het een klein beetje een ravage geworden. Een klein beetje maar hoor. Maar dus ik ga eerst even eraf halen wat niet meer goed is. En dan plak ik op de nieuwe, plak ik weer even goede haartjes. Wat gaan we vandaag doen? Nou, als je het kan zien is het een beetje een ginger. Oh. De licht blond met ginger. Dus er zit vrij veel warmte in. Maar ze mogen inderdaad echt even wat sterker aangezet worden. Ja. Want als we de wenkbrauwtjes weghalen. Ja. Met make-up humor, dan blijft er niet zoveel meer over, hè? This is before. Oh, het valt echt mee. Zometeen de after. Oké, wat we gedaan hebben, we hebben eerst geverfd, daarna hebben we gewaxt. Toen heb ik het allemaal voor de schoon gemaakt en gekeken wat de tussenstand was. Omdat ze blond haar heeft, pakt de verf lekker snel. En het begin is gewoon helemaal top. Ze heeft gewoon een hele andere wenkbrauw eigenlijk. Ja, zometeen nog het eindresultaat, maar dit laat ik echt even intrekken zo. Dan kan het echt even die verf ook een klein beetje in de huid zitten. En dan... We gaan verder dan. Ja. Dus nu is hij lekker intens en over twee douchebeurten is hij iets minder en is het ook van de huid af. Maar de vorm, hoe vind je het? Ja, heel mooi. Jij bent er blij mee? Ja, heel blij, dankjewel. Oké, jongens, we zijn klaar! Voor nu zit mijn dag erop. Het is 8 uur geweest. Heb ik net gezien op mijn mooie horloge. Dus ik ga lekker naar huis, ik ben kapot. Ik ga even kijken hoe het thuis is. Let's go! Yo, guys, ik ben thuis aangekomen bij Laura en dinges. Oeh, en dan wordt hij geraced achter mij. Lau zit in het wasbad. Lau, wat ben je aan het doen? Huisvrouw aan het spelen. Oh, in dit geval hier. Hey monster. Hey monster. Ik zit jouw vuile onderbroek te wassen. Elke vrouw in de dag. Met jouw vieze stinks. Hij snapt er helemaal niks van. Wat een grap. En weet je hoe ik het doe? Ik doe het echt zo. Want er zitten altijd remsporen. Zo niet waar. Ik ga hem lekker afsluiten vandaag. Oké, ik zeg like en abonneer op mijn kanaal. Luca like, ja? Absoluut, doen. Like en abonneer. Oh man. Kijk, ik ga zo. Like en abonneer op Alfredo zo kanaal. En als je dat niet doet, vriend, ik weet waar jij woont en dan kom ik je halen. Ja? Wat is met jou gebeurd? 2 minuten nodig. Lau, zeg eens even doei. Doei schatjes. Hoor je wat ze zei? Hoor je dat? Ik ga leren de was doen. Jij gaat dit opvouwen. Jezus. Natte waar al jouw boxershorts in zitten weer kan ophangen. Dus, vouw hem. Veel plezier. Oké, jongens, paard 1. Kijk, 1. Het is echt van kruis. Nee, dat is echt al fout. Nee, dat is echt... Zo wel goed. Oké, doe het voor dan. Hoe vouw je gat? Wil je mij uitleggen hoe je moet vouwen? Gaat het goed met jou? Serieus? Een boxer? Hoe zit dat in een dinges? Je hebt hem zo, toch? Ja, jij? Zo. Nee, maar dat is een soort dubbel. Boxen. Ja, dat hoeft niet per se, dat kan. Dat is een optie. Nee, maar zo kun je het zeg maar stapelen gewoon of ergens neerleggen of je kan het in een doos laten. Ja, maar dat kun je ook gewoon stapelen zoals ik het deed. Dat is gewoon netjes. Zoals ik het deed kan je dat ook gewoon. Dus weet je, het is gewoon een zwak argument dit. Dus you. 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 You.